nieuw idee ontwikkelen en zotte projecten uitvoeren. De ene meeting na de andere, met partners wereldwijd, tot zelf een kot in de nacht. Ik ben eigenlijk altijd bezig, 7 dagen op 7. Mensen zien genieten, dat maakt me echt gelukkig. Ik hou ervan om mensen samen te brengen en er echt voor te zorgen dat ze een onvergetelijke tijd beleven. Dat is hoe ik mijn stempel ook echt wil drukken in het leven. En dat is wat mij beweegt en daar ben ik heel blij voor dat ik er ook echt mijn beroep van heb kunnen maken. Ook de mensen die bij ons werken, moeten dat met plezier doen. Ik vind het belangrijk dat ze zich gelukkig voelen en dat ze initiatieven kunnen nemen en kunnen doorgroeien. Ik ga eigenlijk altijd op zoek naar vernieuwing. Ik ben constant bezig om echt de meest zotte dingen te bedenken. Om concepten te realiseren waar mensen blij van worden. En die er eigenlijk voor zorgen dat ze de dagelijkse drukte helemaal kunnen vergeten. En een mooi voorbeeld eigenlijk van dat alles, dat is Smile Safari. Dat is het grootste Instagram- en TikTok-museum van Europa. Een positieve ingesteldheid en uiteraard creativiteit. Dat zijn voor mij vaak de oplossingen voor alle tegenslagen en negativiteit in deze wereld. En als die wereld net stilstaat, wel dan schakelen wij gewoon een versnelling hoger. Samen met onze partners wil ik vooral werken aan een positief verhaal dat ook nog eens functioneel is, maar dat ook een glimlach op het gezicht van de mensen tovert. En het is met die instelling dat we in volle coronacrisis Disinfect hebben opgericht. Echt een superboeiend project. Daar zijn we mee op internationale schaal bezig en daarmee willen we echt het verschil maken in de strijd tegen COVID-19. We zetten echt alles op alles om mensen op een veilige manier samen te brengen en uiteraard hen terug te laten genieten van al hun favoriete evenementen. 5 maanden geleden ben ik vader geworden en dat is de beste beslissing die mijn vrouw en ik ooit hebben genomen. We hebben alle twee heel drukke agenda's, maar voor hem drukken we met heel veel plezier onze pauzeknop ook in. En ik hoop dat ik hem in de toekomst absoluut kan inspireren met al mijn zotte plannen en vooral met mijn positieve mindset.